Hi, mijn naam is Irina Hoffer. Mijn bedrijf heet Gebarenrijk en ik ben presentatiecoach. Nee, ik ben niet de perfecte presentator, maar ik kan jou wel leren beter te presenteren. En hoe doe ik dat? Ik let op 4 dingen. Dat is lichaamshouding, je mimiek, je stem en doeltreffende gebaren. Deze allemaal samen zorgen ervoor dat je je verhaal beter kan vertellen, zodat het goed overgedragen wordt op je publiek. Vandaar Gebarenrijk. De komende weken geef ik je graag een paar tips. En ik denk dat je ze eigenlijk wel weet, hè? Ik weet wel waar ik op moet letten. Maar het is goed om er weer even bewust van te zijn. En daar help ik je graag bij. Tip 9. Ook weer te maken met lichaamshouding. Wat ik regelmatig zie is dat mensen iets in hun handen houden. Bijvoorbeeld het knopje om je presentatie door te schakelen. Ja, en dan houden ze dat vaak een beetje zo of zo. Ze weten niet zo goed wat ze ermee moeten. Als het kan, leg hem dan gewoon even weg. En ga dan vertellen. Pak hem dan weer. Of zorg dat iemand anders de presentatie doorklikt. Let er even op van, wat doe ik eigenlijk met mijn handen? Zo, dit was de tip. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Je mag hem delen, geen probleem. Juist heel erg leuk als je dat doet. En denk je in de toekomst misschien een keer van, ik heb een presentatie. Ik wil eigenlijk wel iets verbeteren in de manier van vertellen, de manier van presenteren. Aarzel niet, neem gewoon contact met me op. Dan kunnen we overleggen of ik iets voor je kan doen. Lijkt me hartstikke leuk. Hier is mijn e-mailadres en mijn website. En ik hoop tot ziens. Doei!